Nog een herhaling van woorden met open en gesloten lettergreep. Ik klim op die berg. Nu willen ze dat we dat invullen bij wij op die. Wij zoeken dus het meervoud. We gaan eens kijken. Het eerste woordje waarvan we het meervoud moeten vinden is klim. Ik klim, wij klimmen. Nu gaan we eens kijken hoe we dat schrijven. Klim. Korte klinker. I, gevolgd door één medeklinker, de M. Het is dus een kattenwoord. We gaan moeten verdubbelen. We schrijven dus klimmen met een dubbele M. Het volgende woordje, berg. Korte klinker E, gevolgd door twee medeklinkers, de R en de G. Dan is het een hondenwoord. We moeten het schrijven zoals we het horen. Bergen. Dan gaan we oefeningen maken. Kijker 7, les 9. En dat vind je op pagina 9. De eerste oefening. Je ziet daar een roze kadertje. En daar staan woorden in. Die staan al in de juiste volgorde. Je gaat die moeten invullen in die lijntjes, in die volgorde, maar wel nog in de juiste vorm. Dus in het meervoud. We klim zal moeten worden we klimmen. En we hebben net gezien dat dat een kattenwoord is. We schrijven het dus zo, met een dubbele M. Met stok, korte O, gevolgd door één medeklinker, de K, stokken, dubbele K. En dan berg, dat hebben we ook gezien in het voorbeeld, een hondenwoord, bergen. Hier ga je net hetzelfde doen, alleen ga je dit nu helemaal alleen doen. Ik ga wel eens voorlezen hoe het er gaat moeten staan, maar de manier waarop je het moet schrijven, die gaan jullie moeten vinden. Ze staan opnieuw al in de juiste volgorde, ze moeten dus nog in de juiste vorm gezet worden. Mama is jarig. We plukken bloemen en zetten ze in glazen potten. We kussen mama en eten lekkere zoete pannenkoeken met bruine suiker. Ken je de Olympische Spelen? We zitten te kijken naar mannen en vrouwen die springen, turnen, zwemmen en sprinten. Ze willen allemaal winnen. En dan een klein dicteetje. Het gaan ofwel hondenwoorden zijn of kattenwoorden. Eerste woordje. Poppen. Poppen. Poppen is een kattenwoord. We schrijven dus een dubbele P. Woordje 2. Kisten. Kisten. Is een hondenwoord. 3. Wortel. Wortel. Is een hondenwoord. Woordje 4. Bakker. Bakker. Is een kattenwoord, dus een dubbele K. Woordje 5. Vlammen. Vlammen. Vlammen is een kattenwoord, dus met een dubbele M. Woordje 6. Planten. Planten. Een hondenwoord. Dan een moeilijk woordje. Het bestaat uit 3 deeltjes. Bliksemflits.
bliksemflits. Bliksemflits is een hondenwoord. En het laatste woord, paddenstoel. Paddenstoel. Is een kattenwoord. Had je een foutje? Geen probleem. Je zet er een streepje door, je schrijft het opnieuw in het gele kadertje. En weet je niet goed waar je een foutje aan had of waarom je het fout had, dan mag je mij altijd een berichtje sturen. Maak nu maar de andere oefeningen en veel plezier!